Een zeer ruime vrijstaande woning in de dure regio Den Bosch. Maar het staat al 10 maanden te koop. Een verkoopstyliste gaat de familie Timmers nu uit de brand helpen. Oké, daar gaan we dan. De eerste blik hier in die woonkamer is toch deze hoek. Dus je ziet nu veel meer ruimte. Ja. Ik had nog nooit van een verkoopstylist gehoord, jij? Nee, eigenlijk ook niet. Op een gegeven moment is het van Amerika de oceaan overgegaan. Het is geland in Engeland. En vervolgens wat er in Engeland hot wordt, gaat ook het kanaal over en komt in Nederland. En uiteindelijk is het hier ook booming business aan het worden. Blijft het zo? Het wordt alleen maar meer. Wat mij dan opvalt, dan als ik dan zo binnenkom, denk ik, wauw, wel heel leuk, echt een kinderkamer, ja. Maar wel heel druk. Ja. We zitten met het behang, dat is denk ik een aardige klus om hier overheen te schilderen. Ik zou als verkoopstylist zou zeggen van ja, dat moet je wel doen. Je moet heel omzichtig omgaan met de gevoelens van de verkoper. Hoe langer je ergens woont, hoe meer spullen je verzamelt. Mensen zijn eraan gehecht geraakt. Je wilt ze niet beledigen. Je wilt ze niet beledigen. Het is positief feedback en we hebben allemaal maar één doel. En het ene doel is de woning zo snel mogelijk verkocht krijgen. Geschrokken van de conclusies? Nee, nou een beetje misschien inderdaad. Hè. Hele grote kawaaien natuurlijk. Maar ja, als dat de moeite loont, dan willen we dat misschien nog wel gaan doen, ja.